Zo. Vlodder komt terug in bioscopen en dat betekent natuurlijk weer veel kunst en vliegwerk. Want na het enorme succes van Vlodder en Vlodder in Amerika kon het eigenlijk niet uitblijven. Er is een derde film gemaakt over de beruchte familie. Wij spraken met twee nieuwkomers binnen het gezin van die onvolprezen Ma Vlodder. Galbakken, jullie doen het straks maar samen. Maar loop wel een extra blokje met hem rond. Als hij eieren heeft gehad, moet je hem niet in huis hebben. Ach, ananas, dat is altijd feestelijk. Zes op de schaal van dichter. En in het begin was het wel een beetje merkbaar dat iedereen die erbij betrokken was geweest bij de andere, bij de twee eerste films, dat ze even dachten van hoe gaan die het doen en die anderen zijn misschien wel leuker en zo, maar dat je wordt meteen in zo'n molen geslingerd, wij en ook de crew, dat daar op een gegeven moment ook geen tijd meer is over na te denken. En je wordt binnen een paar weken een soort familie of zo, die het er in de komende maanden moet gaan. Maar na een paar afleveringen breekt het ijs gewoon. Daar is geen tijd voor ijs. Dus, en dan ga je praten en dan heb je informeel contact in de kantine en na afloop. En dan na een aflevering of zes dan is het gewoon. Is de koep geluidloos verlopen. Gewoon. Laat me leggen, Kees. Moet je kijken, Johnny. André Alberti strandt iets, alle drie de delen. Ja, maar die zijn nog van voor zijn operatie. Die klinken van geen meter. En hier, alle 13 blind. Kerstlichtjes om naar uit te kijken. De twee acteurs volgen Huub Stapel en René van het Hof op. Maar dat wil niet zeggen dat ze hun voorgangers imiteren. Ik niet. Ik ook niet, helemaal niet. Ik heb ook niet. Ik heb wel eens gedacht van moet die film dan niet eens 10 keer terugspoelen en dan weer afkijken. Maar ik heb het bewust niet gedaan. En, want dat kan niet. Je kan niet iets gaan kopiëren. Dan ben je niet vrij. Nou, want, dus dan zit je ergens aan vast en denk je, hoe zou die het doen? Nou, je moet het gewoon gaan voor die banaan. Precies. Het werd ons ook niet gevraagd. Dus we kregen een enorme vrijheid om het zelf, voor zover er nog wat in te vullen viel. Ik bedoel, de schablonen zijn natuurlijk voorgekoud. Maar hoe de man zich voelt en wat hij denkt en wat hij vindt van dingen, daar kon je toch zelf een hoop in leggen. En dat is ons allebei, denk ik, aardig gelukt. De spelers kenden de werkwijze van regisseur Dick Maas al door de Vlodder televisieserie. Maar bij de opnames van een speelfilm met veel spectaculaire stunts komt er natuurlijk een hoop extra stress kijken. Volgens mij is Dick Maas niet gestrest te krijgen. Er hebben nogal wat cowboyverhalen over Dick Maas de ronde gedaan. Als was hij erg onvriendelijk en ongegeneerd tegen acteurs en tegen zijn crew. En ik heb daar zelf nooit zo veel van gemerkt. Hij heeft niet veel tekst als regisseur. Je moet een beetje tussen die regels door luisteren en lezen wat hij wil zien en horen. En als je die code verstaat, jij ook volgens mij uitstekend samenwerken. Ja, absoluut. Ongelooflijk dat zo'n eikel een beetje midden op de openbare weg gaat landen. Heb je zijn nummer opgenomen? Dan dienen we aanklacht in wegens roekeloos vlieggedrag. Ja, de familie Vlodder blijft Nederlands hoop in donkere filmdagen. Hun nieuwe film moet dan ook de knal van de zomer gaan worden. Hij gaat op 29 juni in première in maar liefst 80 bioscopen.